zijn nu nog heel niet zo bijzonder lang onderweg, maar we zijn wel fout. Mooi, mooi. Maar we zijn wel fout. Dus we lopen nu een stukje terug. Dat vindt Pompon niet zo leuk. Die houdt van een vaste route. Dus wij gaan nu op zoek naar de weg waar we heen moeten. Want langs de weg picknick is ook niet heel leuk. Wordt vervolgd. Op de achtergrond het huis waar we al langs zijn gegaan. Dus we zijn gestart. Ja, we zijn eigenlijk gewoon een kwartier bij huis vandaan in plaats van dat we 8 kilometer gelopen hebben. Maar we hebben nu een picknick. En honger. Ja, en honger. Dus we blijven hier gewoon heel lang zitten en dan lijkt het net of alles goed is gegaan. Er gaat nog een belangrijk detail, namelijk dat wij letterlijk in de stront zitten te eten. Want wij zitten in een weiland. Wilma die ligt achter ons. En we konden niks vinden. Dus we hebben hier ons kleed, onze jas, gewoon neergelegd op de stront. Nou, en dat lukt ook prima. We zijn uitgepicknickt en dit is wat. Het is toch wat koppig als een ezel? Ja. Hij is nog niet klaar met pauze. Zo gaat het al een tijdje. Kom. Nou, kom. Kom. We hebben ondertussen de route nog steeds niet gevonden. En we zien hier tegenover ons al het huis van de ezel, Pompom. Dus we hebben een extreem korte route gehad. Maar we hebben heel, heel leuk! Ja, ja, ja. Hoe heet het eigenlijk? Ezelboerderij wat? De grote ezel of zo. Oh ja, zoiets. De dikke ezel. Dus als je een keer wilt wandelen met een ezel, het is wel aan te raden. En ben je een heerlijke picknick. Ja, precies. Bestel dan de streekpicknick, want daar hadden we droge borsten alles bij. Dus dat was leuk voor Wilma. Nou ja, wij gaan naar huis. En toch gauw.